Welkom bij Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. In deze aflevering praat Philippe van Dijk over Certified Pick-up met Michiel Vermeijden en Kurt van Loon van Port of Antwerp Bruges. Welkom iedereen op een nieuwe aflevering van Flowscast. En vandaag hebben we per uitzondering twee gasten, want we gaan het hebben over een zeer actueel thema, de Certified Pick-up. En de gasten van vandaag zijn Kurt van Loon, projectmanager bij Port of Antwerp Bruges, en Michiel Vermeijden, productmanagement verantwoordelijke. Welkom heren. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over een zeer actueel thema en laten we misschien meteen eens beginnen met die datum. Want dat is natuurlijk de reden waarom dat jullie hier vandaag zitten. De datum is... 15 januari. 15 januari gaat heel dit ding van start. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is Certified Pick-up? Want veel mensen gaan er misschien al van gehoord hebben, maar weten niet precies wat het is. Ja. Certified Pick-up is eigenlijk een dataplatform waar dat eigenlijk heel de importflow kan getraceerd worden. Dus ja, de dag van vandaag, een importcontainer wordt afgehaald via pincodes en eigenlijk is dat een heel onveilig en inefficiënt proces. En natuurlijk komen we ook inderdaad bij heel het drugsgerelateerde verhalen, waar dat de havens jammer genoeg soms de locaties van zijn. En Certified Pick-up kan eigenlijk daar een oplossing voor bieden om die veiligheid en ook een efficiëntieslag te kunnen gaan garanderen voor heel het importproces. Ja, want dus nu, de container pick-ups gebeuren gefragmenteerd, terminal per terminal zijn die anders georganiseerd voor een stuk. En het is jullie bedoeling vanuit Port of Antwerp om daar een algemeen digitaal systeem voor op te zetten. Ja, inderdaad. In de dag van vandaag, inderdaad, als je een container kan afhalen, wordt er een pincode meegestuurd. Het start allemaal bij de rederij. Pincode wordt doorgestuurd naar een expediteur. Expediteur kan het naar een transporteur doorsturen. Transporteur stuurt het naar de chauffeur. Chauffeur kan het inhalen. Pincodes worden doorgestuurd. Er wordt van alles gedaan. Planningen veranderen. Er wordt misschien nog naar een andere transporteur ook een pincode doorgestuurd. Dus die pincode die fladdert overal. En ja, kort door de bocht, eigenlijk wie dat de pincode heeft kan, en wie dat eerst aan de gate staat, kan eigenlijk die container afhalen. Dus dat is eigenlijk inderdaad een heel onveilig proces. Ja, met Certified Pick-up willen we dat inderdaad meer stroomlijnen, meer in kaart brengen. En wat is Certified Pick-up? Eigenlijk heel gemakkelijk gezegd, is eigenlijk het doorgeven van een digitale sleutel, een digitaal release-recht, hoe dat we het in het platform noemen, van alle partijen tot een transporteursniveau. Ja. En als het echt per truck gaat, kan het echt tot chauffeursniveau, waar dat je dan echt identity-based afhaling gaat kunnen doen van je container. Dus heel uw ketting, eigenlijk heel de logistieke chain, van alle partijen die in contact komen met een importcontainer, die is inderdaad traceerbaar. Dat is iets wat dat jullie dan volgen vanuit Port of Antwerp Bruges. Jullie volgen heel die keten mee op. Nee, dat is natuurlijk heel duidelijk onderscheiden. Wij hebben vanuit Port of Antwerp Bruges een concessie uitgevaardigd naar Nexport. Ja. Nexport is de partij die het CPU-platform bouwt, creëert en ook opvolgt vanuit technisch perspectief. Ja. En ook daar zijn er beperkingen. Hè. Wij gaan niet al die trails doen. Het blijft een politionele bevoegdheid om al dan niet bepaalde zaken te traceren en op te vragen. En we gaan daar ook de privacywetgeving respecteren. Dus dat moeten we absoluut meenemen. Ja, inderdaad. Dus Nexport wordt door jullie aangesteld om het dan zeg maar digitaal te organiseren. En maar het blijft ook wel een systeem dat beschermd is, zeg maar. Klopt. Nexport valt ook onder de kritische infrastructuur, dus ook onder die wetgeving en regelgeving. Ja. Dus die moet aan heel hoge standaarden voldoen. Voor de veiligheid. Voor rond veiligheid. Ja, klopt. Ja. Absoluut. Ja. Okay. Ja. Dat gaat van kracht op 15 januari. Mm-hmm. Voor velen is dit al een gekend verhaal, voor sommigen niet. Mm-hmm. En stel je voor, we hebben hier nog nooit van gehoord. Ja, wat moeten mensen eigenlijk doen? Want er zijn heel wat spelers in die keten waar die codes rondgaan. Dit gaat dan zowel over de transporteurs als de terminals zelf. Ja, het is inderdaad, er zijn enorm veel stakeholders betrokken bij heel het platform. Want het start eigenlijk bij de rederijen. Terminals, expediteurs, transporteurs, barge-operatoren, railoperatoren. Dus dat zijn inderdaad gigantisch veel mensen die eigenlijk inderdaad via dat platform moeten werken. Ja. Dus ja, wat moeten ze eigenlijk doen? Eerst en vooral inderdaad een account aanmaken voor een export om daar op te kunnen. Bij C-Point. Bij C-Point. Eerst, alles start inderdaad bij C-Point. En dan kan je een export-account ook aanmaken. En dan kan je eigenlijk op CPU aanloggen. Op het moment dat dat is gebeurd, dan kan je eigenlijk gebruik maken van het systeem. Ja. En er zijn twee manieren. Je kan je user interface gaan gebruiken om alles manueel door te zetten, maar natuurlijk kan je ook via API connecteren,
zodat je alles kunt verbinden met je eigen systemen en rechtstreeks die connectie. Een hele softwarekoppeling komt met. Ja. Ja. Maar dat is iets wat bedrijven zelf moeten opzetten. Dat moeten ze zelf opzetten, ja. Dat klopt. Maar, ja, maar met ondersteuning van een export als dat nodig is. Dus alle technische informatie is beschikbaar op de website. Maar is er ondersteuning nodig, kan altijd inderdaad een export gecontacteerd worden om te helpen. Ja, oké. Okay. Die datum zal er snel zijn. Ja. Wat daarna? Dat is de start van een digitale reis, zou ik het durven noemen. Het is de lancering van een heel groot platform. En ik denk ook dat nieuw is, zowel voor ons, zowel voor Nexport als de hele community. Dus ik denk dat dat al een gigantische stap is, dat we samen aan het zetten zijn. Er is ook zeker langs verschillende kanten wat koudwatervrees, maar ik denk ook dat dat heel normaal is. Maar ik zeg, de start van een digitale reis. De community heeft zich ook georganiseerd in de Way Forward, waar dat er een digitale agenda is. Ook vanuit POAP, Port of Antwerp Bruges, willen we ons daarop organiseren en zullen we een nieuwe afdeling starten om op een betere manier te kunnen samenwerken. Want in het verleden liep dat soms nogal ad hoc, was dat soms te ad hoc. We gaan er wat structuur en governance op moeten zetten om samen die agenda tot een goed einde te brengen. En het volgende project staat al in de startblokken, dat is IRP, is al helemaal anders opgevat, aangepakt. Waar we al heel goede cadans vinden. Ja. En dat is de flow waar we verder op moeten doorpakken. Ja. Nu, de belangrijkste driver voor dit project is wellicht veiligheid, neem ik aan. Misschien dat er ook douane. Ja, veiligheid is inderdaad. Het project is gestart op het gebied van veiligheid. Ja. Natuurlijk willen we inderdaad ook een efficiëntieslag ook voor heel de havencommunity. Ja. Dus het gaat een beetje hand in hand. We gaan veiligheid, maar ook het proces efficiënter. En dus een van de voordelen ook van heel het CPU-platform is echt die transparantie bieden naar alle stakeholders. Dus alle stappen van een importcontainer die gaan ook transparant zijn in dat platform. Dus je kan zien wanneer dan een container commercial released is, wanneer dat die is gelost van het schip, wanneer dan een terminal echt de release ook geeft, want als er schade of zoiets is, kan een terminal die ook blokkeren. Je kan zien wanneer dat er een pick-up recht is gegenereerd en kan eigenlijk een heel belangrijk aspect is ook heel de douanestatus van een container opvolgen. Dus de dag van vandaag gebeuren inderdaad, kan er containers van terminal die niet volledig douanetechnisch in orde zijn. Met dit platform kan je effectief op voorhand al proactief gaan zien van is mijn container douane ingeklaard of zijn er nog zaken die dan niet conform zijn en moeten die opgelost zijn alvorens dat die een container van terminal gaat. En dat is echt de grootste meerwaarde ook voor heel de havengemeenschap buiten het veiligheidsaspect is die transparantie dat er wordt geboden van een hele importcontainer. Het is niet alleen een last voor bedrijven, maar ze hebben er ook wel echt een enorm voordeel bij. Maar ook het veiligheidsaspect is een win. Hè. Dat is ook een win voor iedereen. Dus ik denk echt oprecht dat het een win-win is en dat dit heel belangrijk is. Maar de uitdaging zit in het feit dat we op een andere manier gaan moeten werken. En vandaar dat 15 januari nu heel dichtbij komt, omdat je voelt dat heel veel partijen een bepaald proces hebben. Ja. Afstappen van een proces dat bestaat, waar iedereen dag in dag uit mee werkt, is gewoon lastig. Ja. Dat is zo. Ja. Dat is voor iedereen zo. Dus we moeten meer en meer proberen van dat soms reactieve naar dat proactieve te gaan. Ja. Niet naar de terminal rijden om de container op te halen, maar echt goed weten, is alles in orde voordat je nog maar een opdracht geeft. En sommige terminals hebben dat echt helemaal ingeregeld, dat je alle lichten op groen hebt voordat je een container kan ophalen. Andere terminals gaan er anders mee om, wat allemaal prima is, maar dat zijn wel grotere wijzigingen in hoe partijen met elkaar gaan moeten samenwerken. Ja. Ja. Misschien nog een vraag. Dus praktisch, dat gaat in zijn werk met die accounts dan. Het is ook een gratis platform? Of betalend? Ja. Of hoe wordt het gefinancierd? Het is een betalend platform. En er is ook een afspraak met de community gemaakt dat de kost in 3 wordt gekapt. Dus een derde wordt betaald door de rederij of agentuur, een derde wordt betaald door de terminal en een derde wordt betaald door de first release partij. Dus zo is de factuur ook opgesteld. Waarbij komend natuurlijk, als je nood hebt aan bepaalde diensten, zodat een API een bijkomende kost aangekoppeld is. Dus het ontwikkelen van uw API en uw abonnement op uw API heeft ook een bepaalde kost. Ja, in 2020 is er een digitaal pact afgesloten voor deze projecten ook mee te financieren. En daar komen eigenlijk die afspraken van. Ja. Ja, inderdaad. Maar het zijn dus ook wel voor een stukje de gebruikers ook die het dan betalen. Ja, klopt. Ja. En het zijn de gebruikers die het betalen. Ja. Absoluut. Ja. Oké. Dus
Iedereen moet zo'n code hebben dan, of moet een account hebben om het mee op te volgen. Mm-hmm. Wat als dat niet gebeurt? Zijn er al sancties voorzien of werken jullie met een overgangsperiode? Ja, de overgangsperiode is volop bezig. Geweest. Ja, is die bezig. Loopt nu. Ja. Op 15 januari wordt het. Bij het horen van deze podcast moet iedereen die het niet heeft in actie schieten. Ja, klopt. 15 januari is een harde deadline. En de conclusies, je krijgt je container niet meer mee. Zonder dat je aangemeld bent, zonder dat je het release recht hebt en het pick-up recht hebt gecreëerd, krijg je geen container niet meer mee. Ja. Dus vandaar die push naar dat proactieve. Het moet allemaal ingeregeld zijn, het moet allemaal in orde zijn, want anders is dat de consequentie. En een hardere consequentie kan er niet zijn. Het is ook in de HPV opgepakt als wetgeving dat het een verplichting is. Ja, oké. Okay. Het lijkt een heel mooi project, maar om het op te volgen, dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben. Ja. Ik neem aan dat jullie binnen Port of Antwerp ook wel heel wat organisatie daar rond hebben en misschien wat mensen zoeken nog of zo zelfs. Rond de CPU, hopelijk is dat live in 5 januari. Nee, ik denk naar de toekomst toe, absoluut. Ik heb het er juist al vermeld. Ja. We willen zeker een nieuwe afdeling opzetten. Daar willen we eigenlijk een stuk werken ook rond productmanagement. Want eens dat CPU is opgestart, we moeten het ook wel kunnen vasthouden. Hè. Zowel van technisch perspectief, maar natuurlijk veel meer een export zijn verantwoordelijkheid is. Functioneel, commercieel zal dat iets meer bij Port of Antwerp Brugge liggen. En natuurlijk samen met The Way Forward en de user groups die ook opgezet worden, willen we in gesprek gaan om daar inderdaad doorontwikkelingen te doen, zodat het nog performanter wordt en nog beter. Daarnaast gaan er andere initiatieven komen, zoals IRP, waarschijnlijk ook blockchain en nog veel meer, waar we ons op willen organiseren. Dus binnenkort zullen er een aantal vacatures verschijnen. Ja. Klopt. Wat wil je zeggen? We hebben eigenlijk sinds het begin van het project ook met heel veel werkgroepen, met heel de havengemeenschap, het project ook mee vormgegeven. En de laatste maanden zijn we ook nog heel intensief met al die werkgroepen of met overleginstanties wekelijks om eigenlijk heel die rollout mee te faciliteren en voor te bereiden, zodat we echt wel klaar zijn op 15 januari. Dus, en daar zitten zowel de terminals, rederijen, expediteurs, transporteurs, worden volledig mee in de loop genomen om allemaal onze schouders eronder te zetten, zodat we 15 januari live kunnen gaan. Ja, ja. Het is een mooi project. Het komt zeker de veiligheid ten goede, denk ik. Hè. Maar een kritiek op het project is misschien ook dat het traffic zou wegjagen naar andere havens, waar het dan nog gemakkelijker blijkt om dingen in te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat we veiligheidsgewijs zeker dingen kunnen missen hier in de haven van Antwerpen, die er nu wel zijn. Maar gaan we dan commercieel ons van niet in de voet schieten? Ik geloof van niet, omdat je één ziet, de trend in de andere mainports is exact hetzelfde. Ja. Je ziet in Rotterdam en Hamburg gelijkaardige initiatieven. Natuurlijk hebben zij heel wat lessen kunnen trekken uit hoe dat wij het hebben opgepakt. Dus dat is hun voordeel vandaag de dag. Ja. Maar je voelt dat die druk heel groot wordt op alle mainports. Dus ik denk dat wij daar nu gewoon een voorsprong in nemen. En zolang dat we efficiëntie en veiligheid kunnen combineren in nieuwe ontwikkelingen en digitalisering, zou het een win-win moeten blijven. De grote uitdaging blijft in de mindset. Het is een change project. Technologisch is niet altijd de uitdaging, maar de verandering, het change management, hoe gaan we daar als community mee om? En zijn we er allemaal voor open en zijn we er klaar voor? Ik denk dat daar de sleutel zit, ook naar de toekomst toe. De grote win ga je altijd achteraf pas beginnen zien, maar zeker door heel die transparantie, foutritten en zo, al die dingen gaan met een tijd ook weg, omdat je proactief, je weet, eens dat ik aan de gate staan, alles is groen, krijg ik mijn container mee. Dus ongewild daar uren nog zitten of je container niet meekrijgen, ga je ook allemaal niet meer hebben de dag van vandaag. Dus daar zit ook een enorme win en een logistieke efficiëntie zelfs in. Dus. Ja. Ik hoor het, de hele community is mee en het is een belangrijk project. Het is inderdaad een grote change. Het zijn processen en jarenlang dat je eenzelfde handeling doet en dat maakt de grootste uitdaging. Alle veranderingen. Dus, en daarom hebben we ook met alle stakeholders heel intensief infosessies, werkgroepen, om inderdaad die nieuwe manier van werken ook binnen te krijgen. We zitten ondertussen al een goede 9 maanden echt in een hybride fase, waar dat eigenlijk het systeem operationeel werkt. We geven ze ook de kans om daaruit te leren, accounts te maken en ook feedback te geven.
Dus op dat gebied zetten we alles ook in het werk. Dus ook een warme oproep van iedereen, van wie dat er nog niet in zit, wie nog geen account heeft, gebruik het platform om ook de manier van werken te kennen tegen 15 januari. Absoluut. Van terminal tot rederij tot trucking company of vrachtwagen. Elke schakel in de ketting is belangrijk en moet meedoen voor een veilig gevoel. Ja, absoluut. Het is een heel mooi project. Dank je wel om langs te komen en het toe te lichten. Wij kijken uit naar 15 januari is het. En hopelijk loopt alles zo vlot als we hopen. Wij hopen dat ook. Absoluut. En nog een laatste ding. Er is ook een website, www.certifiedpickup.eu. Dus daar staat alle informatie op. Er komen ook constant updates voor details op. Voor alle details, contactgegevens en ook de laatste updates van het project. Dus iedereen daar naartoe. En dan zijn ze allemaal zeker klaar voor 15 januari. Dan kijken we er naar uit, naar het live moment op 15 januari. Okay. Bedankt. Dankjewel om langs te komen. En jullie ook bedankt om te luisteren naar de Flowscast over Certified Pickup. En dan zien we jullie graag terug een volgende keer voor een nieuwe Flowscast. U luisterde naar Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. Deze aflevering kan u herbekijken op YouTube, herbeluisteren op Spotify of herlezen op flows.be.